matcht het ook vanuit Erwin Nader. Maar ik weet nog niet of dat door mijn telefoon komt of door die scherm hier van de vliegmaatschappij, van de vliegtuig zelf. Dag Erwin, dag Nador. Doei doei, het was leuk geweest. Maar 10 dagen is te lang. Snelheid te maken. Nou, bismillah dan, daar gaat hij dan. Oké dan. Hij trekt aan de alle kanten. Pommetjes op heb. Daar wil ik geen reclame voor maken, maar anders krijg je mij het vliegtuig er niet in. Oh, hij blijft stijgen en trillen, man. Kijk hoe schuin die staat. Dat zien jullie allemaal niet. Zo, hij trilt hem een beetje. Ik heb zo'n hekel aan, hè. Wanneer hij zo trilt. Baba. Het enige wat ontbreekt is een mooi muziekje nog erbij. Nou, die vliegtuig die staat helemaal schuin. Poe, poe, poe. Hij trilt hem, jongen.
ik hier bij de motor zit. Ik zit precies in het midden. Dag maar, Arif. Doei, Arif. Het was leuk geweest. Zo. En dan gaat hij weer sturen. No. Baba. Oké, we stijgen de lucht in. De grond niet meer. Het is alleen maar de motor. Ik zie niks meer. Wezen. Ja, we vliegen over Arif. Volgens mij is dat het strand van Nador. Gaat wel snel hoor. Het is dat ik kalmeringstabletten op heb. Voor mij mag die wel snelheid maken hoor. Door die tabletten voel ik helemaal niks meer. Heerlijk. Anders zagen jullie mij hier echt niet bij het venstertje filmen hoor. Ik begrijp niet eens wat ze zegt. Heerlijk wanneer ik koffie hoor. Ik ga zo meteen een heerlijke maaltijd bestellen. Ik heb maling aan iedereen. Het is tussen mij en Allah. Kijk, iedereen heeft Ramadan, maar ik heb geen Ramadan. Daar heb ik mijn redenen voor, maar goed. Het is dat ik... Hij heeft te maken met mijn lage bloeddruk en blabla, hele lange verhalen allemaal. Ik heb een operatie gehad en dergelijke. Dus, maar mensen kunnen dat niet begrijpen. Die denken, ik zie er gezond uit, maar wat dat betreft ben ik een wrakje. Mooi, kijk eens, prachtig. We zitten precies boven Nador hoor. En we vliegen zo meteen lekker de zee over. Valt het niet te zien, behalve zee. Het liefst zou ik nou willen rennen naar een raampje waar ik iets meer te zien krijg. Want de motor die staat in de weg. Maar ja, ik mag niet van mijn plekje af. Dus ik blijf gewoon waar ik zit. En daarnaast heeft het toch geen nut. Maar ja, dit stukje wil ik even filmen en laten zien hoe mooi het is als je vliegt. Kijk, ik vlieg vaak, maar alsnog, zonder kalmeringstabletten, vlieg ik echt niet. Nou. Ik ben onderweg naar Düsseldorf Wezen. Binnenkort, 20 juni, dan ga ik naar Rome, Italië. Dan ga ik Rome, Italië voor jullie filmen.
voor degenen die dat willen zien. Misschien zijn jullie er al geweest, dan is het niet interessant. Maar ja, ik film wat ik wil filmen. Oké, de ballen allemaal. Ik ga zo meteen lekker een kopje koffie nemen. En wat lekkers. Doei doei.